Hoogoplopende emoties, fikse verwijten en zogenoemde racistische bagger. Het debat rond discriminatie lijkt niet te verstommen. En het lijkt wel een nieuw fenomeen. Maar niets is minder waar, zegt racisme-deskundige Gloria Wekker. Nederland heeft er eeuwenlang een imposant imperialistisch rijk op nagehouden. En dat heeft grote gevolgen voor de huidige racisme-discussie. We blijven vergeten, ontwijken en ontkennen. Ja, we gaan erover praten met Gloria Wekker, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht en schrijver van het boek White Innocence. En Dylan Jezilgus, ik heb het nog zo voorgenomen, geen fouten maken. Raadslid in Amsterdam voor de VVD. Hartelijk welkom, allebei. Mevrouw Wekker, om met u te beginnen. U heeft dus dat boek geschreven, Witte Onschuld. Van waar die titel? Witte Onschuld is een belangrijke, misschien wel de belangrijkste habitus in Nederland. De belangrijkste houding van witte mensen, maar ook van mensen van kleur. Als het gaat over kwesties die te maken hebben met ras en racisme. Wij willen ons onschuldig voelen. Wij willen graag een zelfbeeld in stand houden dat zegt... Wij doen niet aan ras, wij zijn onschuldig. Kolonialisme heeft wel ooit plaatsgevonden, maar dat is zo lang geleden, zo ver weg van hier, dat heeft hier geen sporen achtergelaten. En dat is een misvatting. Want? Want hoe kan je denken dat je 400 jaar een koloniaal rijk kunt hebben en dat dat geen sporen na zou laten in de taal, de geschiedenis, in de instituties, maar ook heel belangrijk hoe je over jezelf nadenkt en hoe je over de ander nadenkt. Gaat dat niet na verloop van tijd een beetje slijten dan? Het is toch honderden jaren geleden. Dat wordt dus vaak gedacht. Maar wat ik zeg is, 400 jaar koloniaal rijk heeft een cultureel archief nagelaten. Dat culturele archief is een begrip van Edward Said. Dat wat tussen onze oren zit, in onze harten. Het zit in ons gevoel. Het zijn associaties die voorafgaan als je iemand ziet die er anders uitziet. Mm-hmm. Dat je zo iemand een plaats toewijst. Als u mij toestaat zal ik een voorbeeld geven. Graag. Toen ik ambtenaar was bij het ministerie van WVC, mijn eerste baan. Nadat ik afgestudeerd was in 1984, ging ik naar een vergadering. Het was de tijd van grote... bezuinigingen in de welzijnszorg. Ik ga naar een vergadering met heel veel mensen. De eerste man die ik tegenkom, ik steek mijn hand uit. Om kennis te maken. Vervolgens draait hij zich om. Hij pakt zijn jasje van zijn stoel en geeft mij zijn jasje. Vindt hij leuk? Dacht, nou ja, hij dacht... Vanwege de absurditeit. Maar het is niet zo leuk. Want kijk, wat er hier gebeurt is het culturele archief toont zich. Dat wil namelijk zeggen dat de enige rol die ik in zijn ogen kan spelen een dienende rol is. Ik moet wel van de garderobe zijn of van de catering. Dus dit is pijnlijk voor hem. De rode vlammen sloegen hem uit. Het is ook vrij pijnlijk voor mij. En dit is dus wat er aan de gang is na de afschaffing. Na de onafhankelijkheid van Indonesië en van Suriname zijn we nooit eens bij elkaar gaan zitten om te gaan praten. Wat hield dat nou in dat koloniale rijk dat we gehad hebben? Hoe kunnen we dat naar boven halen, die gevoelens en die ideeën die daarin zitten? En hoe gaan we dat deconstrueren, zodat we niet doorgaan met het op dezelfde manier behandelen zoals we dat konden tijdens die 400 jaar? Erkent u dat cultureel archief, dat de basis is waarop we onze vooroordelen baseren? Ik heb het werk van mevrouw Wekker gelezen, waar het ook vandaag over gaat, met veel belangstelling. En ik vond daar een aantal verbanden die gelegd werden en aannames waar ik mij niet in kan vinden. Wat heel belangrijk is, en daar heeft mevrouw Wekker natuurlijk volledig gelijk in, is dat we moeten leren van onze geschiedenis en verder dan dat. Hè? Dat ook moeten accepteren en zien wat daar gebeurd is. Maar om nou te zeggen, dat vind ik dus bescheiden, ik ben geen professor, maar de 400 jaar kolonialisme, de effecten daarvan kan je nu vertalen naar 2016, hoe wij met elkaar omgaan. Mm-hmm. Dat vond ik een hele ingewikkelde. En daar staan... Omdat het tussen de oren zit, zegt mevrouw Wekker. Nou, kijk, wat er gebeurd is dat aan de hand van
Er is racisme in Nederland, net als in elk ander land en samenleving. En er is discriminatie en dat moeten we ook aanpakken. Laat ik dat wellicht overbodig, maar toch nog even zeggen. Het wil niet zeggen dat aan de hand van incidenten, van dingen die kunnen gebeuren, dat je dat kunt generaliseren naar de witte man, die dan vervolgens bijna intrinsiek racistisch zou zijn. En ik vind dat het debat, misschien wel hier of niet aan tafel, maar sowieso in Nederland afgelopen weken heel erg die kant op neigt te gaan. Dat wij in de kern een racistisch land zouden zijn. En daar neem ik niet alleen afstand vanaf, maar ik denk ook echt dat dat feitelijk onjuist is. Robert, ik denk dat hier heel veel verlangen uitspreekt om geen racistisch land te zijn. Maar ja, ik denk als je naar de feiten kijkt, dan kun je gewoon niet ontkennen dat de geschiedenis doorwerkt. Dus je kan wel willen dat dat niet zo is, maar zo werkt het dus niet. Dat zijn hele taaie processen waar je een interventie in moet plegen. Dat gaat niet zomaar vanzelf weg. En ik denk zelf ook dat het zo is dat er gedurende de 400 jaar een bepaald model in ons hoofd geplant is. En ook zelf zwarte mensen en mensen van kleur hebben daar last van. En we zullen dat model onder ogen moeten zien. Ook het gevoel wat daarbij hoort. Dus ik vind niet dat het echt helpt om te zeggen, nee, we zijn geen racistisch land. Dus al die incidenten, keer op keer. En dat, dan gaat het weer een beetje liggen, maar het komt echt wel weer terug, ja, hoor. Er zit hier een systeem achter. Nou, en daar neem ik dus echt afstand van, dat het systematisch racistisch zou zijn. Ten eerste wat we doen op het moment dat we geboorte-eigenschappen als ras en gender en etniciteit koppelen aan het voorspellen van gedrag, van structureel gedrag. In alle bescheidenheid, dat is volgens mij de definitie van racisme. Ik heb daar heel veel moeite mee. Dat is wat er nu in het debat heel erg wordt gedaan. Daarnaast wordt er geen rekening. Door wie wordt dat gedaan? Dat wordt onder meer ook in uw boek gedaan. U zegt, u heeft het heel erg over wit en zwart, dader en slachtoffer en de modellen die in ons. En er wordt geen rekening gehouden met de context. Er wordt geen rekening gehouden met interactie tussen groepen. Er wordt, en daarbij, wat ik ook heel lastig vind. Wat bedoel je met de interactie tussen groepen? Kijk, uw identiteit en hoe u hier zit is anders dan hoe u morgen bent en misschien in september bij een Ajax-wedstrijd, noem maar wat. Dat maakt allemaal heel veel uit. En hoe u daardoor in beïnvloed wordt en hoe wij met elkaar omgaan. En ik vind generaliseren naar groepen, naar zwart-wit, naar bevolkingsgroepen. Ik heb daar persoonlijk heel veel moeite mee. Dat is volgens mij ook de basis van waar vooroordelen vandaan komen. En daarbij leven we wel in een land, en dat kan ik niet zomaar overslaan, waar de meeste vrijheid van pers is, van meningsuiting, van geloof, van religie. En op het moment dat u zegt, dat zal wel, maar laten we eens kijken naar de uitwerking en incidenten wederom generaliseert naar het geheel, waarbij er dan wordt gezegd, onze instituties zijn in de kern racistisch, of daar zitten dat soort systemen achter. Ja, dat ik vind dat niet alleen niet te bewijzen en feitelijk onjuist. Ik vind dat ook bijzonder polariserend. Ik merk dat ik dit een moeilijk standpunt vind. Wat jij hebt afgesproken, te tutoyeren. Ik vind niet dat ik generaliseer, integendeel. Ik vind dat ik aan de hand van een heel aantal uiteenlopende casussen laat zien hoe ras doorwerkt in verschillende domeinen van de samenleving. Onder andere in instituties laat ik zien dat ras niet verdwenen is toen het kolonialisme ophield, maar zijn werk is blijven doen. Ik vind het tamelijk kortzichtig om die hoop die ik ook zou hebben dat ras dat werk niet meer zou doen, om die hoop vast te stellen als iets wat een werkelijkheid zou zijn. Ik wil het nu